Al vanaf jongs af aan verheug ik mij op deze dag. Eindelijk ben ik een volwassen vrouw. Spoedig zullen Sjoerd en ik gaan trouwen. We hebben al een huisje gekocht. Sjoerd kan het betalen van het geld dat hij verdient in zijn vaders slagerij. Ik herinner me nog dat hij daar begon. Eigenlijk was het nooit de vraag of hij daar zou werken, maar toen het zover was, zag ik dat iedereen gelukkig was. Tijden veranderen, zo lijkt het. Mensen willen zich op de een of andere reden afzetten tegen de huidige maatschappij. Nozems op hun afschuwelijke brommers rijden door de straten en halen elkaar op langs de deur. Pieter, de buurjongen, dat is nu ook zo eentje. Hij is een schande voor zijn familie, maar het lijkt hem niets uit te maken. Onbegrijpelijk. Maar dat zal wel weer overgaan hoor. Hij zal met hangende pootjes bij zijn vader aankloppen voor een baan in de fabriek als hij geen geld meer heeft. Ik kan niet wachten om met Sjoerd te trouwen, zijn kinderen te krijgen en met mijn moeder en de kinderwagen samen naar het parkje op de hoek. En dan gezellig kletsen met de dames daar, dat zal ze leuk vinden. Een eigen leven opbouwen is belangrijk, al zou ik het wel missen om in de bakkerij van vaderlief te werken. We zullen trouwen in de kerk, net als mijn ouders en Sjoerds ouders. Al onze vrienden zullen aanwezig zijn en er komt zelfs een fotograaf om een foto van ons te maken. Ik vind het eigenlijk heel spannend, maar en ik kan er bijna niet van slapen, maar het is nu wel echt tijd. Morgen wordt een lange, lange dag. Maar ik zal zeker tijd vrij maken om je alles te vertellen. Slaap zacht en oogjes toe, ook al zijn we nog lang niet moe. Francine. Mami, wat heb jij nou aan? Wacht, ik doe even mijn chocolade aan. Goed. Jullie hebben net een kijkje gekregen in de wereld van de verzuiling van zo'n 50, 60 jaar geleden. Daarin was keuzevrijheid vaak beperkt door de zaal waarin je leefde. En als je je daar tegen verzette, dan werd je keurig in een hokje geplaatst. Dan was je namelijk een nozem. Best aandoenlijk, hè Annie? Ja, eigenlijk wel. Maar hoe ziet de huidige maatschappij er dan eigenlijk uit? In de huidige maatschappij zijn wij geen hokjesdenkers. Of leraren die het niveau van een kind bepalen enkel gebaseerd op de cijfers die hij haalt. Wij zijn geen huisartsen. Niemand fysiek of mentale gestelde beoordelen door de etiketten te plakken. Wij, culturele en maatschappelijke vormers, ondersteunen mensen door ze te activeren en ze de kracht te geven om zichzelf uit vervelende situaties te halen. En ik hoor jullie denken, als het allemaal zo makkelijk gaat, waarom helpen deze mensen zichzelf dan niet? Het antwoord is simpel. In deze maatschappij worden we overladen met prikkels. We moeten kritische en participerende burgers zijn. We moeten weten welke E-nummers er wel niet schadelijk zijn. We moeten discussiëren over dierenrechten en of ze dan wel of niet verdoven voordat we ze afslachten. We moeten presteren, want de mensen met diplomas negeren en we moeten voldoen aan een schoonheidsideaal. Omdat een of andere slimmerik heeft bedacht dat wij er het hele jaar door gebruikt uit moeten zien, liggen we het hele jaar door onder de zonnebank. En omdat in Amerika is het fenomeen dat meisjes spontaan een flamoes ombouwen omdat ze moeten denken dat ze moeten voldoen aan het Playboy-ideaal. We overconsumeren, waardoor elk individu in Nederland zo'n 50 kilo voedsel per jaar weggooit. Even chill. Weet je, ik weet dat je ervan houdt om het woord sneltreinmaatschappij te gebruiken, maar kom op, laten we heel even in de stoptrein gaan zitten. Allereerst, super dat jullie er allemaal zijn. Vandaag geven jullie een kijkje in de keuken van de cultureel maatschappelijk vormer. Hoe wij denken en hoe wij werken. Ja, als jullie om je heen kijken, dan zie je alle ballonnen. Daar staan de thema's die wij vandaag allemaal met jullie gaan maken. Dus het wordt best wel intensief. Wij zijn MV'ers. Wij werken op allerlei verschillende niveaus. Zo kijken wij naar ons eigen handelen en reflecteren daarop. Maar wij kijken ook naar wat er in onze omgeving gebeurt en hoe we daarop kunnen inspringen. En natuurlijk kijken we ook landelijk naar politiek en beleid. Wat er allemaal gebeurt in onze samenleving en die van andere landen. Maar het is best ingewikkeld om een CMV'er te zijn, laat staan om uit te leggen wat het is en wat wij studeren. Maar daar gaan we jullie nu wat duidelijkheid geven. Ja. Normaal wordt er juist alleen maar gezegd, oh, jullie hebben waarschijnlijk een pretpakket. Hallo, niet zo hokjes denken, Annie. Ik bedoel, pretpakketters. Wat wel grappig is, gisteren zijn we de hele dag bezig geweest om deze presentatie juist in hokjes te verdelen, zodat, nou ja, jullie het zouden kunnen begrijpen. Dat is wel waar, anders was er geen taal om vast te knopen. Zeker waar. Hey Ruby, ja. Jij zei laatst iets over keuzevrijheid, wat was dat ook alweer? Keuzevrijheid. Nou ja, aan de ene kant is het natuurlijk een voorrecht dat wij zo ontzettend veel kunnen en mogen kiezen. Maar aan de andere kant is het ook een heel groot nadeel. Want juist omdat wij op dagelijkse basis zo ontzettend veel keuzes moeten maken, is het heel belastend.
En daarnaast is het nu ook zo dat je veel verantwoordelijker bent voor de keuzes die je maakt. In de tijd van de bezuiniging waren de leefregels heel duidelijk en afgekaderd. Iets was goed, iets was slecht en je wist precies wat je wel en niet mocht doen. Maar tegenwoordig is dat anders. Als je nu een verkeerde keuze maakt, dan wordt dat direct op jou als individu afgerekend. En dat is best wel eng. Kennen jullie het concept van bipolariteit? Is dat niet die stoornis, dat je van depressief naar heel vrolijk gaat? Nee, Arnie. Bipolair betekent dat je gaat liegen als je dronken bent. Wat? Nee. En deels. Eigenlijk bedoel ik met bipolariteit het concept van de verschillende polen die elkaar versterken. Denk aan het zwart en aan het wit. Aan het lachen en aan het huilen. Aan de ouder en aan het kind. Toen ik 11 jaar jong was, wilde ik niets liever dan perfect zijn. Ik wilde presteren en ik wilde dat iedereen om me heen tegen mij opkeek. En eigenlijk zag ik dat pas toen ik mijn scriptie aan het schrijven was. Ik besefte me dat een heel groot deel van de mensen die een burn-out krijgen in onze maatschappij eigenlijk lijden onder het feit dat zij het kind in zichzelf wegzaaien. Als we kijken naar wat de competenties zijn van een kind, dan denken we aan het gevoel, aan het spelen en aan meegaan in de flow. En terwijl de ouderrol juist gaat om planmatig te werk gaan, overzicht houden, verantwoordelijkheid en verstand. Als we kijken naar hoe kinderen opgevoed worden in ons basisschoolconcept, dan zien we dat veel taken eigenlijk al een ouderrol zijn. Je moet leren om je huiswerk te plannen, om het goed uit te voeren. En daarnaast is het ook heel belangrijk dat je denkkaders opbouwt. Een gezond gevoelsleven opbouwen, dat is geen apart vak. En ook voor spelen is steeds minder tijd helaas. Dat is wel treurig. En in de bedrijfscultuur van tegenwoordig draait het veel meer om status en wat een ander van jou vindt. En als je dan... Robby, kan je niet even ophouden? Ik ben hier een deadline, ja. Maar, Jolien, wil je niet gewoon eens één keertje niks aan je hoofd hebben? Gewoon even iets doms doen. Kijk, ik doe dat gewoon tijdens voetbal. Gewoon even lekker hersenloos achter een bal aan rennen. Heerlijk. Ja, natuurlijk heb ik zin om gewoon even niks te doen. Maar waar haal ik dan de tijd vandaan? Ik bedoel, we leven in een sneltreinwereld. Jolien, weer in een sneltreinwereld. Nee, maar even serieus. Ik bedoel, toen we onze scriptie hadden ingeleverd, wilde ik niets liever als door het weiland rennen. Maar ja, dat kon niet, want Robby had een fiets. Ja, jij had een laptop bij. Ja, en we moesten meteen weer door om deze presentatie voor te bereiden. Niks, geen rust. Sluit! Maar goed, even terug, zodat jullie het nog kunnen blijven volgen, want zeg maar, vertellen dat punt. We kunnen veel keuzes maken. En dat is heel tof. Maar het is ook zwaar om veel keuzes te moeten maken. En eigenlijk wat we daarom dus heel gemakkelijk doen. Wij leggen gewoon een heleboel van die verantwoordelijkheid. Hoppa! Van jullie neer, onze omgeving. Deels wel, ja. Kijk, in het oerinstinct van de mensen zit dat we graag bij een groep willen horen. Daarom verschillen we eigenlijk niet zoveel van de mensen in de verzuiling. Alleen, op dit moment zijn de keuzes belangrijker geworden. En misschien wordt dat bedreigender. Soms vraag ik me wel eens af, als ik een probleem heb, zal ik bij mijn ouders langs gaan? Of zal ik gewoon mijn moeder appen en meteen haar advies lezen? Ik weet het niet. Goeie vraag. Ja, en dan nog iets anders. Is presteren eigenlijk wel een keuze? Nou nee. Ik bedoel, we onderschatten vaak hoe belangrijk het hebben van diploma's is in deze samenleving. Een meritocratie heet dat. We beweren te leven in een democratie. Een democratie waar volksvertegenwoordigers uit alle lagen van de samenleving zich hard maken voor ons belang. Maar ik vraag me af, leven we wel in een democratie? En niet in Plato's ideale staat, waarin de mensen met de meeste kennis regeren. Ik bedoel, kijk eens stuk voor stuk naar wie er in onze Eerste en Tweede Kamer zitten. Boer Johan komt er echt niet zomaar tussen hoor. Het zijn de hoogopgeleiden onder ons die regeren. En dit is ongeveer 28% van de Nederlandse bevolking. Deze mensen bevinden zich in Utrecht, Amsterdam en Den Haag, voornamelijk dan. Maar ik vraag me af, in hoeverre is het representatief? En wat zijn hun belangen? Ik snap eigenlijk sowieso niet waarom we ons zo druk maken om al die papiertjes. Snap jij, Arnie, dat we volgend jaar gewoon weer in deze stress zitten? Want ik snap het eigenlijk niet. Waarom doe ik mezelf dit nog een keer aan? En waarom wil ik zo graag een master gaan doen? Mijn vader zei altijd, Jolien, als je voor een dubbeltje geboren wordt, dan zul je nooit een kwartje worden. Toen ik was toegelaten voor een master in Engeland en een beurs had gekregen vanuit het VSB-fonds, belde ik mijn vader op en zei, pap, nu ben ik toch zeker wel een euro. Hij snapte er niks van. Maar voor mezelf werd duidelijk dat ik blijkbaar status toeschrijf aan het hebben van dit soort papiertjes. En jij weet dan niet misschien waarom je weer het gaat doen, maar ik ga papa doen en ik zie er echt
naar uit. Kijk, ik vind het fijn om mensen levenslessen mee te geven. En ik denk dat ik met CMV dat kan, iets extra's kan bieden. Vanuit CMV heb ik geleerd dat mensen allemaal verschillende kwaliteiten hebben. En dat iedereen de taak vanuit een verschillende kant kan benadrukken. Maar als de maatschappij dat niet weet of niet begrijpt, dan kan ik dat niet veranderen. Maar ik wilde me er wel voor inzetten. Maar hoe ga je dat doen dan, Arnie? Nou kijk, bijvoorbeeld, de oudergesprekken op school. Dan heb je zo'n ouder die dan boos is omdat zijn kind er onvoldoende heeft voor rekenen. Terwijl die hartstikke goed voor taal staat. En dan wil ik die docent laten inzien dat hij, de ouder laat inzien dat hij op een belangrijk punt staat. Of focussen op het negatieve en het kind meegeven dat het nooit goed genoeg is. Of het kind empoweren en laten doorontwikkelen in wat hij goed, waar hij goed heen is. En wat hij leuk vindt. Maar wat is, wanneer vindt iemand dan iets leuk? Wanneer is wat geluk? Wanneer ben jij gelukkig? Dit moet dus op de presentatie niet, hè? Nee, als zeker niet. Het was iets met een kampioen of zo. Kampioen? Denk jij, je hebt het altijd over hoe gelukkig je was toen je kampioen werd. Ja, dat was het. Maar ja, wat vervelend is, is dat dus als je kampioen wordt, dat heeft dus weer te maken met presteren. Waarom presteren dus weer te maken heeft met geluk. Maar is dat eigenlijk wel zo? Ik weet het niet. Finally she stopped running. Took a deep breath and stepped to life. And waar het gras groener is. En dat je niet altijd meer wil. En dat je niet alleen maar focust op diploma's. Ja, diploma's en het hebben van kennis is wel belangrijk. Maar je moet je bewust zijn van wat je ervoor opgeeft. Kijk, je leeft nu en je moet nu die ervaring opdoen. En als je daar geen tijd voor vrijmaakt, krijg je sowieso spijt. Ja, maar ik bedoel, ik ben nog niet op het punt dat ik wil accepteren dat dit het is. Ik wil altijd meer. Ik ga volgend jaar naar Engeland, terwijl ik net terugkom uit Peru. Ik kan gewoon niet accepteren dat dit het is. En ik denk niet dat ik de enige ben in deze maatschappij. Ik denk dat het een kenmerk is van deze tijd. Maar ja, als iedereen alles maar meer wil, wanneer is men dan nog gelukkig? Nogmaals, dus het gaat om de keuze die je maakt. Kijk, of je focust op het dat je jezelf gaat ontwikkelen en dat gaat presteren, of je gaat gewoon je neus achterna en ziet wel wat er op je pad komt. En als jij maar blijft richten op het presteren en elke keer denkt dat het gras aan die kant groener is, dan komt jezelf wat tegen, Jolien. Dat denk ik al. Zegt. En denk ook terug aan het voorbeeld dat zij kampioen was en zich zo gelukkig voelde. Dat gaat hartstikke samen met prestatie. Dus dat kan wel. Het is niet onmogelijk. Maar op het moment dat jij die tunnelvisie aanzet en gewoon alleen maar afstevend op presteren, 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 presteren tot je erbij neervalt,
Dan word je op een ochtend wakker. En dan denk je, waarom ben ik zo eenzaam en alleen? Waarom ben ik niet gewoon gelukkig? En dan denk je terug aan dit moment. Aan het moment dat Annie dat tegen jou zegt. En dan denk jij bij mezelf, ik kan mezelf over mijn kop slaan. Dat ik toen niet heb geluisterd en niet gewoon gedaan heb wat logisch was. Zodat ik nu wel gelukkig was en niet nog steeds als een kind overal achteraan aan het rennen was. Jongens, als we zo gaan doen, ga ik gewoon even lekker verder, hè? Dus succes maar. Oké. Okay. Die laten we eventjes. Dat zou ik maar doen. Hé, hey, Robbie, weet je, wat ook nog een leuk interessant onderwerp is voor onze presentatie? Nou, de decentralisatie. Kijk, dat betekent dat de overheid steeds meer taken weggeeft aan de gemeente. Zo kan er wel beter beleid gemaakt worden op maat. En kijk naar ons afstudeerbedrijf. Die kreeg subsidie om de inwoners te activeren om een gezondere leefstijl aan te nemen. En ik vond het eigenlijk wel heel tof dat wij gewoon de vrijheid kregen om een beweegmaatschappij op te zetten voor de minder assertieve samenlevingsgroep. Ja, hey Jolien, schrijf het ervoor. Ja, maar ik weet niet, zien jullie niet de keerzijde van decentralisatie? Ik bedoel, neem bijvoorbeeld een sportvereniging. De sportvereniging is een belangrijke kracht in het maatschappelijk middenveld. Dit omdat 4,5 miljoen mensen lid zijn. Het is daarom ook logisch dat de overheid mensen probeert te bereiken via zo'n sportvereniging. Maar het belangrijkste van een sportvereniging zou het genereren van een pedagogisch klimaat moeten zijn. Zodat kinderen naast technische vaardigheden ook sociale vaardigheden leren. Zoals bijvoorbeeld het aanleren van normen en waarden. Maar ja, als de overheid steeds meer taken op sportverenigingen overbrengt, stel je dit voor. Een sportvereniging als reïntegratieproject voor ex-gedetineerden. Dat lijkt mij persoonlijk een hele risicovolle onderneming. Ik zie dat gewoon niet voor, maar ik vraag me echt af hoe dat moet. En dan nog iets over het pedagogische klimaat. Het is eigenlijk heel erg belangrijk dat ouders en opvoeders en trainers bewust zijn van hun voorbeeldrol. Want als je steeds maar kinderen de boodschap meegeeft dat presteren de norm is, dan geef je een redelijk eenzijdige boodschap mee. Dit doet me eigenlijk denken, Robbie, aan die quiz van jou. Mijn quiz! Ja. We doen de quiz, kom! Oké, zijn jullie klaar voor de quiz? Ja, altijd. Quiz! Oké. De quiz is als volgt. Ik doe een stelling aan jullie geven. En als je het ermee eens bent, dan steek je je hand op. Je mag ook dansen, je mag springen, je mag zelfs de samba doen hier. Dat maakt me niet uit. Maar steek in ieder geval even je hand op als de stelling op jou van toepassing is. Oké, Ruby. Nu eerst even ademen. Absolute stilte is vereist. Dankjewel, Anne. Oké, doe maar. Stelling 1. Als mijn kind een goed cijfer haalt voor een toets, dan belt hij mij op. Of als ik een goed cijfer haal voor mijn toets, dan bel ik mijn ouders op. Ik zie mijn moeder. Dat is mijn woordschriftje nog goed. Oké, tweede stelling. Als ik een oud vrouwtje help bij het oversteken van een drukke straat, dan bel ik mijn ouders op daarover. Of als mijn kind iemand helpt met het oversteken van een drukke weg, dan belt hij mij daarover op. Precies wat ik dacht, hè. Cijfers, fantastisch, laat het de wereld weten. Maar als ik nobel ben en ik iemand help die het nodig heeft, ik sta op voor een zwangere vrouw in de bus, dan is dat kennelijk niet belangrijk genoeg om te melden aan mijn eigen ouders. Ze zijn zo gericht, hè, op die 10, op die 8. Eigenlijk de medemens laat ons kennelijk praktisch koud. Ik word hier nog geraakt. Ik vind het echt heel erg. Maar ook als ik mensen vertel, hè, bijvoorbeeld, dat ik CMV, culturele en maatschappelijke vorming, studeer. En zij zeggen tegen mij, oh, dat is toch die opleiding waar helemaal geen werk in te vinden is? Of, oh, dat is toch een pretpakket, dat kan iedereen? Dan denk ik bij mezelf, shut the fuck up! Daar heb ik 4 jaar lang van mijn tijd in geïnvesteerd. Daar heb ik mijn geld, mijn bloed, zweet en tranen zitten daarin. Doe me denken, Robbie. Vorig jaar op het sportcongres van de Hogeschool van Utrecht. Vertel waar meneer Hoordijk van NOC-NSF dat we CMV'ers waren. Weet je nog die trainer die bij stond? Hij begon te lachen. Dus wij vroegen, wat is er zo grappig? Hij zegt, CMV'ers, dat zijn toch die mensen die langs het voetbalveld lopen en dan ouders een ballon geven, zodat ze sterren?
niet meer schelden. Ja, ik vond het ook eigenlijk super disrespectvol. Ik dacht, weet je, Ruby en ik lachten toen nog heel lief terug. Maar later bedachten we de dingen die we hadden terug kunnen zeggen. Die man was een lul! Waarom herinner je hem überhaupt nog? Nou, waarom? Hij heeft me wel doen beseffen dat het belangrijk is hoe je je opstelt als professional. Dat je, je kan nog zulke goede ideeën hebben, maar als niemand je serieus neemt, kom je echt niet verder. Dat is waar. We leven in een sneltreinwereld waarin alles gewoon ontzettend snel gaat. En normen en waarden komen zonder tegenslag gewoon bam te vervallen alsof het niks is. En wij als CMV'ers, wij als social workers en wij als mensen moeten ons ervoor inzetten om die basis hoog te houden. Dus op het moment dat iemand aan het woord is, een docent, staat voor de klas. Klasgenoot staat voor de groep. Dan sta je fucking asociaal. Laat met je oortjes te zitten en gewoon te tikken. Wat voor standaard is dat? Maar gelukkig hebben we ook de Annemariekes in onze samenleving. De lieve mensen die denken, ik pak het probleem bij de wortels aan. Ik ga naar de ouders toe en zorg dat zij handvaten krijgen om hun ouders, om hun kinderen, op een gezondere en meer balansende manier op te voeden. En wat ga ik doen? Dat raad je wel. Ik ga strijden. Voorkomen voor genezen. Geen cijfers, maar mensen. Want wij zijn allemaal gelijk. Dat het strijden wel waard. Ja, bla bla bla. Gelijke kansen, gelijke mensen. Hoe ga je dat in godsnaam doen, Ruby? Ik bedoel, ik ben niet asociaal, dat is de maatschappij. En weet je, omdat iedereen de hele tijd het heeft, iedereen heeft geen op prikkels. Deze privatisatie heeft geen nut als niemand zich verbonden voelt. En alle mensen die zich wel verbonden voelen, hier de vrijwilligers, worden weg professionaliseerd. En weet je, Ruby, jij noemt jezelf een strijder, maar heb je eigenlijk wel een plan? Nee, dat dacht ik al, rot de poppetje. Wacht, Julien, wacht, stop even. Ik zal het uitleggen. Het probleem in deze maatschappij is dat we zoveel keuzes hebben, dat er zoveel prikkels zijn. En mensen kunnen door de keuzes willen zich onderscheiden. En daar moeten wij ze ondersteunen. We moeten ze die kracht geven, dat ze daarna zichzelf draaiende kunnen houden. Maar dat kan alleen bereikt worden als we stoppen met het focussen op presteren. We moeten laten zien wat de mensen hebben. Jullie, wat zei jij ook weer over geluk? Dat je pas gelukkig kan zijn als je accepteert wat je hebt? Precies. We moeten mensen laten zien wat ze hebben en hoe ze daarmee omgaan. Ja. Ik kan me voorstellen dat ik in de komende jaren aan de slag ga met dat voorkomen. Door te gaan proberen om mensen te laten inzien. Nee, niet door te proberen. Door te zorgen dat mensen gaan inzien. Dat dit zo niet langer door kan. Ik wil strijden tegen de burn-out. Ik wil zorgen dat er programma's het bedrijfsleven in ingevoerd worden. Die ervoor zorgen dat er niet alleen maar stressontlading is door fysieke trainingen, maar dat daaraan gekoppeld een educatief programma komt. Die mensen leert wat gezonde voeding is. Of hoe zij leren om een eigen trainingsschema op te stellen, zodat zij ook als ik er niet ben, zelf die trainingen in stand kunnen houden. Dat vind ik belangrijk. Ik denk dat het ook gewoon, er moet een hele verandering zijn in de mindset. Ik wil de ouders graag een spiegel voorleggen dat ze een voorbeeldrol hebben. Als opvoeder. En dat ze een goed kind, dat dat niet alleen hoeft te presteren. Een goed kind kan samenwerken, heeft plezier en staat open voor nieuwe dingen. Dus ongeacht het resultaat. Jullie, wat vind jij? Ik zou graag willen dat mensen elkaar in de samenleving beter begrijpen. En ik denk dat het kan als mensen gewoon eens, zeg maar, vanaf bovenaf, via de bril van een ander naar de samenleving kijken. Dus vanuit andere normen en waarden. Ik denk dat er dan heel veel conflicten niet zouden gebeuren. En daarom ga ik ook een master doen in Conflict Security and Development Studies. Het is natuurlijk wel internationaal gericht, maar ook in de wijk zou het werken als mensen gewoon eens via een andere bril naar elkaar proberen te gaan kijken. Ik denk dat wij de komende jaren nog wel druk bezig zijn. Dank jullie. Ja. Maar jongens, ik moet eigenlijk gaan, want ja. Ja. Is dat wel een tijd zo? Robby, moet ik nog wat met ons doen? Nee hoor, de volgende keer is het wel gewoon bij jullie. Ik zie je morgen. Ja, ziens.
was ik dan slimmer en mooier. Als een bloem die zelfs bleef bloeien in de storm. Met al die chaos om me heen en ik voel me zo alleen, kan ik dit allemaal wel aan? Of kijk je op me neer als ik ooit eens op een keer toegeef aan mijn angst en me verstop in de eindeloosheid van het ritme van de dag dat alles ophoudt in de nacht? Ik zwijg, soms hopend dat je me vergeet, maar dat als je aan me denkt, dat je het gelooft. Dat ik alles kan en dat ik alles ben, dat jij altijd voor me hebt gehoopt. Met beide benen op de grond en met liefde om me heen, zo sterk en vol met leven. Vol met passie zonder druk, geen angsten maar geluk, dat ik de uitzondering ben in dit stressvolle bestaan. En dat verdriet en eenzaamheid, de prestatie, maatschappij, alles vernietigende onzekerheid. Durf jij de andere prijs te betalen? De prijs naar vrijheid. De prijs in verlaging van status en levensverwachting. Geef jij je zware baan op om gelukkig te zijn met wat je hebt? Niet als het aan mij ligt. Ik laat je denken dat de schaduw om je heen het licht is. Ik verleid je, maar zorg dat jij mij draaiende houdt. Jij mag het mooie huis. Terwijl ik de theaterproductie waar jij in speelt aan schouw. En hoe belangrijk jij jezelf ook vindt. Aan het einde van de dag zijn we gewoon hetzelfde. Jij en ik. Als jij mij door mijn ogen zou zien, dan zag je angsten en onzekerheid.